Wat het eindelijk betekent is, ons moet onthou hier, dat hierdie is eindelijk meer van die burgerlijke samenleving, hoewel van die andere partijen deel daarvan, is die initiatief geneem door burgerlijke samenlevingsorganisaties. En hoekom ons hier zo is, is om juist solidariteit te bewijzen met die burgerij van Suid-Afrika. Die politici is altijd in die een kant, maar ons sê dat ons moet ook tot op grondvlak beginnen deel in die behoeftes van die mensen. En dus ook om ons hier zo is om daar die solidariteit te kan bewijzen, om te zeggen, ons stem saam. Die regering van die dag moet vervang word en vooral die president wat vervang moet word. In die aard van die saak sal Zuma as individu, sal hy alles in sy vermoë doen om aan die positie te bly. Maar die ander belangrikheid juist van hierdie optocht wat ek sien as een optocht deur die burgerij, is juist een ander vorm van druk in die opsig, dat dit is nie net een oppositiepartij wat hier so by mekaar gekom het nie, en dan kan hulle sê, ach, dit is maar net politiekerij nie, hier neem hulle kennis van die werklike ontevredenheid van die mense op grondvlak, en hulle moet dit verreken met die oog op die 2019 verkiesing. En hierdie optocht sal beslis, nie dalk op Zuma nie, maar op ander ANC parlementslede, sowel as ANC amtsdraers sê, luister, as ons in 2019 nog die regering van die dag wil wees, sal ons moet beginne luister na wat die mense op grondvlak sê.